Ik ben Amy. Ik kan niet heel goed horen. Ik ben Amy. Mijn gebarennaam is Amy. Ik zeg mijn naam met mijn handen. Dat is voor kinderen die ook niet zo goed kunnen horen. Mijn naam is een A met een vlinder die wegvliegt. Zie je mijn hand fladderen? Gebaar het mij. Dit is mijn school. Dit is een speciale school voor kinderen die doof en slechthorend zijn. Dit is mijn bel. Omdat ik doof ben, hoor ik de bel niet. Daarom is onze bel een knipperlicht. Goedemorgen, Amy. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Goed? Ja. Wat ga je kiezen? Ik praat met gebarentaal. Ik kies een sprongetje. En wil je hoog of wil je laag springen? Hoog. 1, 2. Papa! Kom binnen. Goedemorgen, Olivier. Oké, nou daar gaan we, hè. 3. Kom binnen. Goed zo, kom binnen. Kom binnen. 2, 3. Yes! Dit apparaatje in mijn oor is een CI. Daarmee kan ik toch horen. En de andere kant. Ja. Kun je mij goed horen? Ja. Ja? Top. Dankjewel. En wie heeft er vandaag iets leuks te vertellen? Sjam. Een keertje in een hotel gezeten. Je hebt een keer in een hotel gezeten. Wat leuk. En was er bij het hotel ook een zwembad? Gajana. Morgen bij mij logeren. Wat leuk. 2 nachten? Alle kinderen uit mijn klas praten met handen. Dat heet gebarentaal. Nu gaan we beginnen met muziek. En ik heb de boomhackers al klaar liggen. Amy! Welke heb jij gekozen? Ik vind muziekles heel leuk. Rayana, welke ga jij kiezen? Paar. Ga lekker ontspannen staan en je mag meedansen, hè? Dus je mag gewoon een beetje meebewegen. Ik kan muziek niet zo goed horen. Ik voel de buis trillen. Zo voel ik muziek. Gedaan. Goedemorgen. Op school leren we lezen, rekenen en gebarentaal. Voor gebarentaal komt een speciale meester. En we gaan niet bij praten, anders leren we het niet goed. Vandaag leren we dierengebaren. Het gebaar van een dier lijkt ook echt op een dier. Zo loopt de pinguïn. Een ooievaar heeft een lange snavel. Bij het geit is het gebaar sick. Een aap kibbelt bij zijn oksels. Tot morgen.